Ja, Henny Spijkerman, hoe verrast was u dat FC Groningen bij u kwam om voor de functie van assistenttrainer? Ja, zeer verrast. En vooral ook omdat het al heel snel het geval was. Eind december bij Ajax op non-actief gesteld. En na een dag of 3-4 werd ik al gebeld. Of ik in gesprek wilde. En de situatie is toen uitgelegd dat Danny dan de hoofdtrainer werd. En dat er behoefte was aan een ervaren assistenttrainer. Ja, daar was ik wel door verrast. Maar wel aangenaam. Hebt u er lang over na moeten denken? Nee. Het gaat vooral om het verhaal wat erachter zit. Wat verwachten ze van je? Hoe word je ingezet? Waarom hebben ze voor je gekozen? Nou ja, dat ga je dan op een rij zetten. En het gevoel wat ik daarbij had, ja, dat was gewoon... Ik kan, denk ik, in mijn kracht werken. En dat spreekt tot mijn verbeelding. Dus ik hoef er eigenlijk niet zo gek lang over na te denken. Wat is de kracht van Henny Spijkerman als trainer? Noem het maar even de ervaring die je hebt door veel op het veld te hebben gestaan met trainingen. Ja, dan denk ik dat ik daar redelijk in ben. Ik ga mezelf niet overschatten. Maar als veldtrainer denk ik dat ik dat wel aardig in de smiezen heb. En vele mensen die denken ook van misschien is dat wel een stapje terug van hem. Ja, we gaan toch van Ajax naar een FC Groningen. Maar dat voelt u zelf niet zo? Nee, het is maar... Nee, kijk, ik ben 67. Ik had twee dingen kunnen doen. Ik had kunnen zeggen van ik stop ermee. Ik ga met pensioen. Maar ik vind het veel te leuk. En waarom vind ik het leuk? Omdat je dus op het veld wil staan. En die gelegenheid werd me nu geboden. En in een situatie die mij enorm tot de verbeelding sprak. Dus ja, dan, ik ervaar het absoluut niet als een stap terug. Het gaat mij om het werk en de erkenning en de ruimte die je krijgt om je werk te doen. Dat is voor mij bepalend op deze leeftijd. U wordt de assistent van een onervaren trainer. Ja, hoe kunt u daar iets aan toevoegen? Nou ja, in ieder geval, kijk, we zullen heel veel met elkaar in gesprek. Dat geldt niet alleen voor mij natuurlijk, maar dat geldt voor de hele staf. Maar je gaat een discussie aan. Hij neemt uiteindelijk de beslissingen, laat dat duidelijk zijn. Niet ik, maar wij moeten zorgen dat wij hem voeden. En op basis van datgene wat aan informatie naar hem toe gaat, zal hij de beslissingen moeten nemen. Nou ja, en ik heb het gevoel dat hij daar zeker open staat voor meningen van anderen. Ja, en dat zal dan ook in de toekomst moeten uitwijzen of dat daadwerkelijk in de praktijk ook zo is. Maar ik moet eerlijk zeggen, daar twijfel ik geen moment aan. Dus ik denk dat het is ook zijn eigen behoefte geweest om er iemand naast te hebben. Want je kunt op een gegeven moment ook voor een vriend kiezen of weet ik veel wat. En dat noem ik dan maar veiligheid. Maar hij kiest voor iemand die helemaal niet kent. Ja, dat is volgens mij een goed teken voor beide. Ja, hij kan ontzettend veel van u leren, denk ik ook. Jawel, maar andersom ook. Ik bedoel, het is niet zo dat ik, omdat ik al zoveel langer op het veld sta, dat ik alleen maar kennis weggeef. Maar ik neem zelf ook kennis op. En daar moet je, en dat is denk ik het mooiste, als je dat allebei voor 100% inzet. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor Peter Hoekstra. Als die dat ook doet, ja, dan kun je tot hele mooie dingen komen. Hebt u al veel gesprekken gevoerd met Danny Buijs? Ja, hij is een. Ik denk dat ik onderhand nu een keer 6-7 met hem gesproken heb. En dat, ja, dan gaat het natuurlijk in eerste instantie ook hoe gaat die spelersgroep eruit zien. Ja. Want je kunt trainers aantrekken wat je wil. Maar uiteindelijk gaat het toch om de kwaliteit van de spelers. Ik heb wel eens eerder gezegd van een goede trainer. Dat wordt vaak bepaald door de spelers en niet omgekeerd. Had u wel eens gehoord van de term kop-de-veur voetbal? Nee, ik kende dat helemaal niet. Dus ik moest ook wel even heel goed luisteren. En ik denk, wat betoeden ze nou? En ik was blij dat want ik was even bang dat ze ook de microfoon bij mij neer zouden leggen. Maar dat gebeurde gelukkig niet. Dus, maar waar het uiteindelijk op voor... En dat is ook zo, want ik heb dat ook in mijn verhaaltje gezegd. Dat hoort ook bij Groningen. Alle jaren door, het maakt niet uit of je nu 10 jaar terug gaat, of je gaat 20 jaar terug, of je gaat 40 jaar bij wijze van spreken terug in de periode dat ik zelf nog speelde. Ja, men verwacht dat je alles geeft en dat je de beuk erin gooit. En uiteraard, daar hebben we het ook wel heel veel over gehad, dat is belangrijk. Maar je moet ook wel gaan voetballen, want anders als je alleen voor het knokken naar een stadion toe gaat, dan kun je veel beter naar een andere sport toe gaan. Dat is nog goedkoper ook. Ja, maar het publiek is de laatste jaren hier in het Noordlicht Stadion niet echt verwend met echt heel veel aanvallen aan voetbal. Daar willen jullie zich verandering in brengen, hè? Ja, nou ja, goed. Ik heb er een hekel aan om terug te kijken. Want dan is het net alsof je verwijten maakt naar de vorige staf. Daar heb ik gewoon veel te weinig wedstrijden voor gezien. Dus dat wil ik ook absoluut niet doen. Het belangrijkste is dat we weten wat men van ons verwacht. Dus de manier van spelen met het enthousiasme. Ja, en het is aan ons om dat te vertalen op het veld. En dat doe je dan samen met je spelersgroep. Dus dat lijkt me niet zo moeilijk in de zin van om daar consensus te vinden.
Nu eerst nog even vakantie dan. 24 juni weer paraat. Ja, 24 juni dan beginnen we met de gebruikelijke open training, geloof ik. Ja. Op zondag in Haren heb ik begrepen. Ja. En dan gaat het feest beginnen. Dus ja, ik ben er zelf ook wel heel erg nieuwsgierig naar hoe zich dat ontwikkelt. Maar belangrijk is de komende weken dat de spelersgroep op het niveau wordt getild. Die ook in staat is om concurrentie te leveren. En ook om niet alleen links, maar ook hoog aan de linkerkant te eindigen. Dan wens ik u heel veel succes bij FC Groningen. Dankjewel.